mechanische controleren van de productielijn. En ik voel me hier net het Sjaakje in de chocoladefabriek, maar een Katja in de dropfabriek. Dat waren dus mijn kinderen precies al. Ja. Ik kijk echt mijn ogen uit naar al die apparaten, man. Hé, hey, zo houden die dropjes. Nou, dus dit is dan hetgene wat dus ook zo lekker ruikt. En hoe mooi het ook in die balletjes. Dus, ja. Maar dan zie je ineens echt hoe secuur die dingen worden gemaakt. Ja. Ik kan er best eentje gebruiken, ik heb nog wel last van mijn keel. Je kunt er eentje uit halen. Ja? Oh, die is heel zacht op nu. Ja. Oh, kijk, kijk. Zo komt die niet uit de zak. Ja. Dan ben je met mijn mond stoppen. Oh, lekker. Eigenlijk lekkerder zo. Ja, dat is dus het sterkste. Ja, dat krijg je inderdaad in onze net niet te vinden. Oh, dat is het. Oeh. Ja, want dat gaat alleen niet. Als je door in de markt en doet in de zakje, dan echt grote bedreiging van het bedrijf. Maar hoe wordt drop nu gemaakt? Ads neemt Katja mee naar het begin van de productielijn. En dat begint bij het meest essentiële basisingrediënt, het zoethoutextract. Katja is duidelijk onder de indruk. Deze man, het lijkt wel baksteen. Ja, nou ja, dat wordt echt voor ons speciaal gemaakt. Echt in blokken. En om het op te lossen, ja, ben je zeker 5 uur bezig. Jeetje mina! En gaat dus hierin? Die gaat hierin. Ja, en dan na 5 uur gaat hij een heel andere oplossing. Ik wil ze nou eens jij zitten vertellen. Zit jij echt te vertellen als het nou ook voor het eerst in de dropfabriek is? Ja, dat klopt, maar bijna wel. Bijna wel, ja. En jij leeft hier al een grootste dropfabriek? Ik heb 25 jaar, ja. Ja, dus dit is eigenlijk mijn bedrijf. Zo moet ik zien. Zo moet ik zien. Ja, ja, ja. Ja, als je echt de drop gaat maken, dan komt er nog veel meer bij kijken. Dit is natuurlijk alleen maar één bestanddeel. En dat is dat zoethout? Dat is dat zoethout, ja. En waar komt dat vandaan? Dat zoethout komt uit die kabel. Daar wordt dus dat echt ontrokken. En dan, ja, dat voor ons een blokjes gemaakt. Zo, komt dat dan vanuit Italië in de brievenbus? In de brievenbus. En waar is die? Het hoofdingrediënt van drop, de zoethoutwortel, is op maar een paar plekken in de wereld te vinden. Onder andere in Italië. Land van verrukkelijke pizza's en pasta's. Ambachtelijk ijs, de lekkerste espresso. En, waar ze ontdekt hebben, hoe je van zoethoutwortel drop maakt. Tijl is in Calabrië, waar ooit de zoethoutindustrie floreerde. In dit zonnige deel van Europa, met de invloeden van zee, groeit de zoethoutplant gewoon in het wild. Maar voor de dropfabrikant wordt het op vlakke akkers geplant, waar het in een paar jaar tot wasdom groeit. Dan worden de planten weggehaald, want het ware goud zit in de wortel. Sterker nog, het is de wortel. Rafael is zoethoutboer en een hele trotse. Licorice here is the best we have in the world. It may grow in China, Spain, Greece. However, the one we have here is the best one. How does it grow? It doesn't need much care, so you just need to wait 4 years to make it good for the market and then extract it and sell it. The real job is plowing the earth, the ground. And for worker, maybe much more easy. Yeah. To pick the roots up. See, like this. What is it? This otherwise, is you cannot pick it up just with a digger. Now, am I a licorice farmer? Yeah. Yeah, you thank are. You. So, here, so much. Best way to work a bit. You can extract, then keep it in your hand. It's much more easier. See? It's much more easier. How much do you pay me per hour? Let's see how much you pick up. Zo gaat dat, hè? Ruim 3 uur en heel wat wortels rapen later. How much does it weigh? 10? 8? I think 15, 20. Yeah, 15. That's what I thought. Yeah. How much do we get for this? 50 cents.
per kilo. So this is like 10 euros. 10 euros? Yeah. Tja, misschien toch niet zo'n geschikt zomerbaantje voor Tijl. If I taste it now? Yeah. Do you want to try? Yes, yes, yeah. Yes, yes. Pick it. Yeah. And just chew it. It's here. It's 25 times. It's delicious. Juicier and sweeter than normal conventional sugar. Oh, it's echt super lekker. In het Brabantse land, bij de beroemde dropjesfabriek in Roosendaal, is het Brokdrop inmiddels vloeibaar. Aan deze dropbasis worden verschillende ingrediënten, zoals zetmeel, suiker, zout en glucosestroop toegevoegd. Om een dropje de eigen unieke smaak te geven, gaat er bijvoorbeeld in het honingdrop, tja, honingextract. Het honingextract en het salmiakzout moeten handmatig worden toegevoegd. Waar je hier ziet, dit is onze main tank. Nou, we hebben de gassen, de vloeistof, die komen langs de metaalpijp naar beneden. De salmiakzout, hier al, nou, dat is, ja, dat is heel zout. Spitsen gevoel voor honingdrop heeft, want in de mentank gaat al gauw een batch van 1200 kilo. Dat zijn bijna 250.000 honingdropjes. Aan Katja de eer om de verhouding te checken. Ja, dat is uiteindelijk, is dit een stukje wat dus gegoten gaat worden vandaag. Ik vind zelf de verhouding best goed. Straks in Gemaakt in Nederland ziet Katja hoe het dropje een unieke vorm krijgt. Dit zijn de topdrops! Ja, dat zijn de topdrops, ja. Gaat Tijl op bezoek bij 's werelds oudste dropfabriek. Niet de drop die je kent hoor, als Nederlander. En zakt Katja als keurmeester. Een mandarijn. Bijna goed. Nou ja, een mandarijn, maar het is niet goed. Zie je dat? Ja. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Crystal Clear.